Op basis van afspraken die in juli van dit jaar zijn gemaakt met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, FIBOS, roept minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ouders en verzorgers van leerlingen die bij FIBOS-scholen zijn aangesloten op om geen ouderbijdrage te betalen. De onderwijsminister hierover. Ik wil me in de eerste plaats vooral richten tot de ouders. De ouders zijn door de verschillende brieven die via de kinderen mee zijn gegeven heel erg in onzekerheid gebracht. En dat betreur ik heel erg. Omdat we sinds begin juni met FIBOS een dialoog zijn opgestart om in het kader van de Public-Private Partnership andere regelingen te treffen met betrekking tot wat we vroeger subsidie noemen. We willen de subsidie en het subsidiebesluit dateert van 1939 en het is dus heel erg noodzakelijk dat we anders met elkaar gaan werken. Het ministerie betaalt heel erg veel voor alle scholen. Afgelopen jaar hebben we 306 miljoen overgedragen aan FIBOS plus. En dit jaar moet het anders. In het kader van de wet op de jaarrekening, in het kader van de transparantie die nodig is en in het kader van de nieuwe samenwerking met de particuliere instelling hebben we dus met FIBOS afgesproken en die afspraak is gemaakt respectievelijk op 12 juli en op 25 juli dat de FIBOS instellingen geen ouderbijdrage vragen, maar dat wij in de plaats gaan kijken naar op welke wijze gaan we de verantwoordelijkheden van de FIBOS-instellingen financieren. Ik zal een voorbeeld daarvan geven. Als de school in Godolo, die gaat gebouwd worden door het ministerie in samenwerking met de plaatselijke bevolking, met ondersteuning van inbreng van twee andere collega-ministers, niet de EBG, dan vragen wij van de EBG, luister, de bouw van de school kost x miljoen of zoveel duizend. In plaats daarvan krijgen zoveel andere kinderen gratis onderwijs. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. We gaan op een andere manier met elkaar in discussie. En terwijl we bezig zijn in deze dialoog op 25 juli, geeft vervolgens FIBOS ons een schrijver met een aantal voorwaarden waar we onmogelijk aan konden voldoen. Namelijk dat voor 1 augustus alle, zowel de achterstallige subsidie als de nieuwe subsidie voor het schooljaar 2019-2020 betaald zou moeten zijn. En ik heb toen ook duidelijk gemaakt, het werkt niet zo. Je kan niet vooruitlopend, als je geen inzage hebt, nog in de realisatiecijfers, nog in wat begroot is voor het komend jaar, als je niet weet hoeveel kinderen überhaupt worden ingeschreven, vooruitlopend geld beginnen te geven. Dat is contabel eigenlijk nergens haalbaar. Dus we hebben toen gezegd, we vragen een begroting. De mensen van FIBOS die krijgen ook, ze hebben dat allemaal schriftelijk. We vragen je begroting en we vragen de realisatie over het jaar dat je wel 250 SED per kind hebt gegeven. Maar wat we wel doen, en ik heb de bewijzen hier, is de achterstallige subsidie uit 4 miljoen zoveel storten voor je op je rekening. Het is 31 overgemaakt door de minister van Financiën en op 2 augustus was het op de rekening. He, EBG heeft 1,4 miljoen gestort gehad op de rekening op 2 augustus. Dan doet het me heel erg pijn als ik op 6 augustus de brief van de leerlingen zie. Niet alleen de brief. Dat zij de ouders vragen en het ministerie beschuldigen omdat ze niet aan hun verantwoordelijkheden zijn tegemoet gekomen. En dat dus dat de ouders die 250 toch moeten betalen. Ik roep dus de ouders op, omdat er andere afspraken zijn gemaakt, om die ouderbijdrage niet te betalen. We zijn
in dialoog hierover. We weten dat Fibos, nogmaals, ze vragen de ouders voor onderhoud van de scholen, voor leermiddelen, voor fotocopieerkosten. Laat maar alleen die kopieerkosten. Ze vragen aan de ouders die 250 voor de kopieerkosten, onder andere. Dat is een heel lijstje. Maar wanneer de kinderen op school zijn, moeten ze ook nog betalen voor kopieën. Maar wij krijgen per kwartaal een heel overzicht van administratieve kosten. Van nietjes tot je administratief personeel. Wat we ook nog moeten betalen, waar ook weer kopieerkosten in zitten. Nogmaals, transparantie op deze manier is verzoek. En zo gaat het niet verder. De Fibos heeft van ons ook een schrijven ontvangen, zodat ze nogmaals weten wat wij van ze vragen, zodat we de dialoog kunnen continueren. Maar vooralsnog, nogmaals roep ik de ouders op om geen ouderbijdrage te storten, totdat deze zaak helemaal duidelijk is. En nu zijn de Fibos-instellingen aan zet. Ze hebben hun achterstallige subsidie ontvangen. Laat ons zien wat je met de gelden hebt gedaan die je afgelopen jaar hebt opgehaald van de ouders. Laat ons zien wat je dit jaar denkt te gaan doen aan onderhoud en scholenbouw en lesmateriaal en allerlei trainingen en cursussen. Begroot dat en dan gaan we weer praten.